Downtown Suzy gaat als eerste de bocht in. Daarachter op plek 2 aan de buitenzijde Hoedman Amour. Zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Derde plek aan de relingzijde voor Gulum Gar. Aan de buitenzijde daarnaast wordt het gaatje afgedekt door de deelnemer die daarnaar ligt. Dat is Rick Wester met Graceful Boko. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Leiding in handen inmiddels aan de relingzijde van Hoedman Amour. Hoedman Amour heeft overgenomen. Uitgeschakeld nummer 6, nummer 6. Veenfan sprong weg en Hoedman Amour heeft de leiding. Hoedman Amour gaat makkelijk voorsprong pakken en gaat hier winnen. Hoedman Amour de winnaar. Weer een winnaar voor Stal PD en John de Leeuw. Tweede is Gulum Gar. Derde Graceful Boko. De vierde plaats Ruud Polsen, Downtown Suzy. Hoedman Amour komt dus deze keer op de vierjarige dochter van Quaker Jet Challenge. Stradaal, gefokt door Van der Pol en meneer Buren. Inmiddels eigendom van Stal PD. Hebben hier al nu al hun tweede zegen. Bas Kreep was de trainer en John de Leeuw uiteraard de rijder van deze Hoedman Amour. En krijgen aan de hand van Fanny Koekoek. En Fanny geboren. En dat was op haar verjaardag. Daarom heette het paard Fanny. En daarom vandaar ook deze Fanny prijs. John de Leeuw. Ja, zo ben ik te horen. John, je wou graag eigenlijk, of tenminste, je moest een beetje strijden op de kop met Ruud Pols, die met Downtown Suzy zeker niet wilde dat jij overnam. Ja, inderdaad, maar goed, je hoeft elkaar niet de kop te geven. Ik bedoel, je rijdt allemaal voor jezelf en ja, dat mag. Dat mag zeker, maar vervolgens maakt hij toch zeer sterk af. Ja, absoluut. Hij heeft natuurlijk al een paar keer heel goed gelopen Wolf gehad tegen goede paarden. En een beetje ongelukkig gekoerst, maar het ging vandaag natuurlijk allemaal heel wat eenvoudiger. Dus dan kom je ook beter naar het end. John gaat weer zitten, dames en heren. Wint hij dus met Hoedman Amour de Fanny-prijs. En als Jannie voorbij komt, dames en heren, geeft hem een groot applaus. John de Leeuw, vorig jaar van de kampioen hier. En Bas Krebas, vorig jaar kampioenstrainer met een Hoedman Amour. Start is vervallen. Bliksem start aan de binnenzijde voor Ruud Pols met Downtown Suzy. Die neemt de leiding. Eén deelnemer is op achterstand geraakt. Dat is Gerco Steenwijk. Paarden gaan op weg naar de eerste bocht. Downtown Suzy gaat daar als eerst in. Graceful Boko ligt op plaats 2. Ja, dan de buitenzijde is John de Leeuw die gelijk naar voren komt met Hoedman Amour. Achter op de vierde plaats aan de relingzijde volgt John Dekker met Farouche Meadow. En zo gaan de paarden de bocht door. Daarachter op plek 5 in de tweede spoor Veenven en Jaap van Rijn. Zesde aan de relingzijde Ax Duterre, Dave van Stammen. Zeven in de tweede spoor Robin Bakker met Gulum Gar. Paar lengte daarachter op weg naar aansluiting Gerco Steenwijk en André Bakker. Deelnemers in de rechte lijn voor de tribune. Tempo wordt gemaakt door een deelnemer die dat vroeger ook vaak deed in Groningen. Downtown Suzy staat wel onder druk aan de buitenzijde van de mede-favoriet. En die wil graag de leiding overnemen, Hoedman Amour. Maar Pols doet net alsof hij niks hoort en geeft gewoon gas bij. Relingzijde Downtown Suzy. Hoedman Amour breekt de aanval af. Daarachter op plaats 3 Graceful Boko. Nu wil de Leeuw wel graag inparkeren. Eens kijken of hij dat redt in die bocht. Dat gaat hij waarschijnlijk wel redden. Heeft hij inmiddels gered en zo gaan de deelnemers de bocht door. Leiding in handen van Downtown Suzy. Daarachter op de tweede plaats Hoedman Amour. Derde plaats is voor Graceful Boko. Eerste paard aan de buitenkant is Veenven. Die wordt gevolgd door Gulum Gar in het tweede spoor. Aan de relingzijde valt Farouche Meadow iets terug. Daarachter ligt Gerco Steenwijk. En laatste nu Ax Duterre. Paarden in de rechte lijn overzijde op weg naar de laatste bocht. Nog altijd wordt dat tempo gemaakt door Downtown Suzy, die heeft er zin in, die houdt van Groningen. Daarachter op plaats 2 volgt de favoriet, de mede-favoriet, Hoedman Amour. Derde is Graceful Boko, vierde plaats ingeparkeerd Veenven en daarachter Gulum Gar. Maar helemaal ingeparkeerd is Veenven ook niet, want Gulum Gar kan binnendoor naar voren. En zo gaan we de laatste 500 meter in. Leiding in handen, nog altijd van Downtown Suzy. Downtown Suzy gaat als eerste de bocht in, daarachter op plek 2 aan de buitenzijde Hoedman Amour. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Derde plek aan de relingzijde voor Gulum Gar. Aan de buitenzijde daarnaast wordt het gaatje afgedekt door de deelnemer die daarnaar ligt. Dat is Rick Wester met Graceful Boko. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Leiding in handen inmiddels aan de relingzijde van Hoedman Amour. Hoedman Amour heeft overgenomen. Uitgeschakeld nummer 6, nummer 6. Veenven sprong weg en Hoedman Amour heeft de leiding. Hoedman Amour gaat makkelijk voorsprong pakken en gaat hier winnen. Hoedman Amour de winnaar. Weer een winnaar voor Stal PD en John de Leeuw. Tweede is Gulum Gar. Derde Graceful Boko. De vierde plaats Ruud Pols en Downtown Suzy.